Goedendag beste kijkers. Chinese aandelen zijn sinds enkele maanden toch in een moeilijke omgeving vanwege de strengere regelgeving in China, vanwege de zero-covid-beleid van China, vanwege ook de positionering van Beijing in de conflict in Oekraïne. Wij zien eigenlijk dat de belegger hebben zich uit de Chinese financiële markten uitgetrokken. Waarderingen zijn daardoor vrij aantrekkelijk geworden. Chinese aandelen noteren ruim onder hun historische gemiddelde. Wat ontbreekt op dit moment is eigenlijk een katalyst om ervoor te zorgen dat de markten beginnen uit te bodemen. Wij denken dat het feit dat het zero-covid-beleid langzaam maar zeker niet stopgezet wordt, maar dat al sinds dat de lockdown worden opgeheffen, biedt een kans voor de tweede jaarhelft voor sterker economische groei en voor inderdaad een terugkeer van belegger op de Chinese financiële markten. We beseffen dat de Chinese regelgever, toezichthouder, hebben geen andere keus dan verder stimuleren om de economie te stimuleren in de tweede jaarhelft. We moeten ook niet vergeten dat hun objectief dit jaar is 5,5% groei. Het is een vrij ambitieus objectief. Wij twijfelen of ze dit zullen halen, maar alleszins, ze zullen wel proberen via een soepeler monetair beleid, een soepeler fiscaal beleid. Historisch gezien is dat een omgeving die ondersteunend was voor aandelenmarkt. Dus we zullen het zien tijdens de tweede jaarhelft. We vinden het op dit moment nog voorbarig om volop terug te keren op Chinese aandelen. Maar wij denken dat in de komende weken, maanden, er zal wel een tijd zijn om duidelijk meer Chinese aandelen portefeuille te nemen. In de tussentijd, wie zegt soepel monetair beleid, zegt uiteraard wel lagere rente in China. Dat is een fantastische rugwind voor de Chinese vastrentende markten. Ik denk vooral aan staatsobligatie die vorig jaar een prestatie van 16% in euro hebben laten zien. En dit jaar, ondanks de moeilijkheden van de vastrentende markten over het algemeen, het ook redelijk goed doen met een performance tussen de 2 en 3% sinds het begin dit jaar. En ik denk dat nog altijd een positieve bijdrage gaat leveren aan een gediversifieerde portefeuille in de tweede jaarhelft. Dus koop Chinese obligatie nu al vanwege de soepeler monetair beleid die wij verwachten en wees voorbereid om terug te keren op Chinese aandelen, want zodra dat we een beetje duidelijker zien van wat de beleidsmaker willen doen qua stimuleringsmaatregelen. Ik zal het hierbij houden. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.